Het is zover, de nieuwe update in Clash Royale is uit met een nieuwe kaart die echt heel nice is. Het is een soort van, hoe heet die, Penny? Ja, Penny in Brawl Stars, alleen dan in Clash Royale. Want het is namelijk een soort van boogschutter, maar dan met een groot kanon. En op het moment dat de kanon is afgevuurd, dan ontploft hij en dan gaat hij in meerdere stukjes verder. En dat is dus ook in Brawl Stars. Ja, Penny heeft dat dus ook. Alleen nu is het ook in Clash Royale. De laatste tijd komen er echt in Clash Royale kaarten uit die totaal iets anders doen. Bijvoorbeeld die hele was ook compleet nieuw. Dit is ook weer een compleet nieuwe kaart, wat echt op geen één andere kaart lijkt. Dus dat is wel heel nice. Dus, Clash Royale wordt gewoon weer leuker om te spelen op deze manier. En er is ook een nieuw seizoen uitgekomen. Namelijk seizoen 7, Chinees Nieuw Jaar. Wat ook nice is, waardoor we natuurlijk weer allemaal rewards kunnen vrijspelen. Ik zal dat even kopen en dan gaan we natuurlijk hier ook even rewards claimen. Dan gaan we dat ook doen. En dan gaan we er ook voor zorgen dat ik de nieuwe kaart ga vrijspelen. Daarvoor heb ik 5 overwinningen nodig. En daarvoor spelen we ook nog allemaal rel tokens vrij. Dus dat is super chill. Daarna ga ik misschien nog wel even voor mezelf een keertje verder spelen. Want je kan nog 2 legendarische kisten krijgen. Dus dat ga ik denk ik wel binnenkort een keertje doen. Maar dat komt deze video niet. Maar daarna zijn we natuurlijk vet van andere rewards die we kunnen claimen. Maar als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash allemaal even dat duimpje omhoog. Zouden we 2000 likes kunnen halen op deze Clash Royale video. Zou super nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan. Maar ik ga nu gewoon hier in ieder geval bij Trophy Pub. Ga ik even alles claimen. Met de hoop dat we dan nog even iets leuks krijgen. Ik weet trouwens dat we een legendarische krijgen. Ja, hier krijgen we een legendarische. En hier nog wat coins. Nou, het is altijd leuk meegenomen. En hier kan ik voor de ballon gaan of ik ga voor een random andere. Maar dan ga ik nu voor die andere, want dan krijgen we mooie sterpunten erbij. Plus coins. Maar die sterpunten zijn chill, want ik ben aan het sparen voor de 100.000. En ik heb er momenteel nog 22.000 nodig. En dan heb ik dat gewoon gehaald. Maar welke legendarische krijgen we? Kom op, de visser. Op zich prima. Die heb ik al level 12. Ik heb er nog 18 van nodig, dus dat duurt nog wel even. Maar het is in ieder geval nice dat we een legendarische krijgen. En nu nog wat goud. Allemaal helemaal dikke prima. Maar laten we maar even een Best Royale kopen. Kost 5,50 euro. Nou, dat kan nog wel een keertje. Maar dan moet ik eigenlijk er wel voor zorgen dat ik dit seizoen wat verder ga komen. Want vorig seizoen had ik volgens mij tot en met 15 gehaald of zo. Dat is natuurlijk een beetje zonde. Want je kan hieronder natuurlijk nog vet voor rewards vrij spelen. Dus ik moet gewoon weer wat actiever gaan spelen. Maar er is een nieuwe kaart uit. En ik hoop dat dat dan een beetje leuk speelt. Laten we maar gewoon lekker gaan spelen. En dan ben ik echt benieuwd. En hopelijk kunnen we dan ook meteen met de nieuwe kaart spelen. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar daar gaan we natuurlijk achter komen. Ja, dit is lastig. Tovenaar vind ik echt chill, maar ik ga voor de hele. Gewoon puur omdat dat ook een nieuwe kaart is. En dit is ook een nieuwe kaart. Ik krijg meteen de 2 nieuwste kaarten in het spel. Nu ga ik voor de Goblin Ton. En nu ga ik voor de Blaaspijp Goblin. Dan heb ik... Ja, ik weet niet of dit heel slim was. Maar we gaan gewoon kijken. Ik had achteraf beter voor de tovenaar kunnen gaan. Maar ja, is het nu te laat voor? We gaan nu gewoon lekker spelen. En dan kunnen we hier achter de golem zo meteen de nieuwe kaart inzetten. En volgens mij gaat hij ook op luchttroepen. Weet ik niet helemaal zeker. Ik zal het nu trouwens alvast neerzetten. Raket. En dan ga je erachter dus ook damage doen. Oh, dat is zo vies chill. Want bijvoorbeeld nu gaat bijvoorbeeld die ijstovenaar. Die gaat gewoon meteen dood. En die had ik anders nooit dood kunnen maken. Maar nu op deze manier wel. Dus dat is echt super relaxed. Ik kon de hele neerzetten. Maar ik kies voor de Golden Ton. En dan kan ik nu eventueel een aardbeving nu nog neerzetten. Ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. Oh, dit is zo nice. En ga ik die tovenaar dan ook hitten als ik... Ja. Het nadeel is trouwens wel dat zijn hoofdtoren ook geactiveerd wordt. Zagen jullie dat? Ik schoot op zijn rechtertoren en zijn hoofdtoren werd ook geactiveerd omdat ik die hitte. Nou maakt dat voor nu niet heel veel uit omdat ik nu gewoon zijn toren al neer heb. Maar als je maar een klein beetje damage van zijn toren afhaalt, dan is dat wel heel frustrerend kan het zijn. Maar ik laat die toren eventjes kapot gaan. En dan gaan we gewoon kijken of we nu in één keer volop erop kunnen. Dan ga ik gewoon meteen voor de 3 sterren. Zo nice zijn als dat gaat lukken. Maar ik vind die nieuwe kaart nu al nice. En het chill is, als je hem hebt vrijgespeeld, kan je de eerste maand spelen op maximaal level. Ja, in ieder geval ik, omdat ik natuurlijk zeg maar level 13 heb. Het wordt zeg maar aangepast aan hoe goed je stadhuis is of hoe goed je toren is. Dan, zeg maar die level die je die hebt, zo hoog wordt je kaart dan ook voor de eerste maand. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal super leuk. En dan wordt het spelen alleen maar beter. Maar dit is mooi, hij zette namelijk een sneeuwbal neer. Maar dat had totaal geen nut. En dan gaan we nu al richting die toren.
Ja, dat scheelt niet heel veel. Weet je wat? Ik zet nog even een geboldenton erbij neer. Want die hele, die zorgt ervoor dat die troepen daar bijna niet doodgaan. En nu helemaal met die geboldenton erbij, dan gaat dit makkelijk lukken. Denk ik. Ik denk dat ik ze toch nu al wel neer heb. Oh, wat is dit nice voor jou. Oh, dit was echt ziek legendarisch. Gewoon de twee nieuwste kaarten. Super makkelijk gewoon even de victory gehaald. Oh, dit was echt heel nice. We gaan nog een keer, Ik wil nog een keer met de nieuwe kaart spelen. Weer een mooie rel token erbij. Chill meegenomen. Kan ik ook weer extra natuurlijk van die sterkpunten halen. Want hier kan je natuurlijk traden. En dan kan ik gewoon ruilen voor andere maximaal levels. Dus dat is ideaal, maar dat doe ik zo meteen wel een keertje. Laten we eerst nog maar een potje gaan spelen. En hopelijk kan ik weer voor die nieuwe kaart gaan. Ik ga nu wel even voor de bandiet. Een keer wat anders. Ik ga nu wel voor deze. Ja, ik had ook voor de andere kunnen gaan. In principe maakt het niet altijd heel veel uit. Maar nu kan ik in ieder geval weer voor de nieuwe kaart gaan. Alweer lekker hoor. En trouwens, het chillen van de nieuwe kaart is wel dat het een gewone kaart is. En die zijn vrij makkelijk naar maximaal level te krijgen. En niet dat je echt beginner bent. Maar ik denk dat ik hem, als ik hem wil, binnen een maandje wel naar maximaal level kan krijgen. Als ik een maandje een beetje actief speel, heb ik de nieuwe kaart maximaal level. Dus als ik hem echt super chill vind spelen, kan ik ervoor zorgen dat ik hem gewoon super snel maximaal level heb. Die lock. Oh, die was nog net op tijd. Dat was wel lekker. Nice. Misschien dat mijn reus ook nog wat damage kan doen. Zou chill zijn. Ja, dan doe ik toch meer damage op zijn toren dan hij op mijn. Ik dacht echt dat die lock te laat zou zijn. Maar die was dus precies op tijd. Ik zal hier even een struik over neerzetten. Om daar te verdedigen. Dat is wel een beetje fucked up. Oké, nou die blaaspijp goblin gaat alsnog dood. Dus op zich ook wel prima. Dan gaan we nu volop in dat tank. Wil ik nog vleermuizen erbij neerzetten. En dan ben ik benieuwd hoe die dit gaat verdedigen. Want oh, met een ijstovenaar. Maar dat is niet voldoende. Want ik doe vies veel damage. En dan ga ik zijn toren alsnog neerhalen. Ik denk net niet. Maar het scheelt niet heel veel. Nee, net niet. Oké, maar dikke prima. Ik heb Storm nu al bijna neer. Dus ik heb nu al het voordeel in de game. Weet je, ik speel de laatste tijd niet extreem veel meer. Dat moet ik toegeven. Maar ik vind het, als ik het speel, toch nog altijd leuk. En het gaat ook altijd nog gewoon goed. Het is niet dat ik heel noob ben geworden of zo. Nee, sterker nog, ik win gewoon bijna alles. Dus dat is alleen maar mooi. En ik denk dat ik dit potje ook wel ga winnen. Zal ik hier nog een reus voor neerzetten? Maar weet je wat? Ik doe even de koninklijke varkens. Oh shit, dan gaat hij. Nou, dit is wel een beetje balen. Maar kijk, oh, daar werd zijn toren al van geactiveerd. Yo, die nieuwe troep, die was echt vet ver van de toren. En zelfs toen hitte die nog. Dus dat is wel echt een nadeel. Hij is heel sterk, maar die koningstoren die wordt voortdurend geactiveerd. Dus dat is wel echt één mega grote nadeel van de nieuwe kaart. Maar ja, ik denk als je daar eenmaal een beetje hebt mee leren spelen, dat dat op zich best wel kan. Hier die vissen, en dan gaan we dit zo doen. En in principe is dit prima. Ja, veel meer hoef ik nu niet te doen. Hij kan iets damage doen, maar dat is ook niet heel erg. Dan gaan we nu hier volop in dat tag. Nieuwe kaart erbij. Zo doen we wachters erbij. Gewoon huppatee, gas erop. En kijken of we hier iets kunnen halen. Oh, nice. Zeg je dat die nieuwe kaart had gewoon in één keer al die luchttroepen verdedigd. En we hebben zijn hoofddoor al. Dan kunnen we nu even kijken of we nu meteen voor de 3 kronen kunnen gaan. En dat gaat denk ik wel lukken. Dat hebben we gewoon 2 keer achter elkaar super makkelijk gewonnen met een nieuwe kaart. Oh, wat is dit een redelijke kaart. Nu weer gewoon weer 3 kronen. Dan kunnen we nu trouwens ook al de eerste rewards vrijspelen. Want volgens mij heb ik nu al de 10 kronen gehaald. Dan kunnen we eventjes kijken. Ja, inderdaad. Ik heb het inderdaad gehaald. Dan hebben we weer 10.000 coins bij Chill meegenomen. En mijn eerste kistje die ik kan openen. Lekker hoor. Dan hoop ik wel dat we even chille kaarten krijgen. We krijgen nog wel ware babydraag. Ik ga wel voor de barbaren. Dan hoop ik dat ik een maximaal kaart krijg. Die krijg ik ook. Dikke prima. Weer mooi wat coins erbij. Nog een beetje sterpunten. Niet extreem veel. Maar is toch leuk meegenomen. En deze heb ik ook gehaald. Krijgen we ook weer wat sterpunten erbij. Lekker hoor. Oh, dit gaat zo lekker deze video. Maar ik ga nu gewoon even de komende potjes voor mezelf spelen. Zorg ik ervoor dat ik die nieuwe kaart heb vrijgespeeld. Want dat is wel leuk natuurlijk. Om dat deze video te doen. Dus daar ga ik eventjes voor zorgen. Nou, tot nu toe gaat het dikke prima. Nog een legendarische geldtoken erbij. Prima meegenomen. Maar nu is het belangrijke potje aangebroken. We gaan nu de nieuwe kaart vrijspelen. Tot nu toe alles gewonnen. Dus dat is hartstikke mooi. En tot nu toe heb ik ook elk potje met de nieuwe kaart gespeeld. Dus dat is extra leuk. Zou mooi zijn als dat dit potje ook nog gaat gebeuren. Sowieso prinses. En wie tot slot? Tesla. Ja, dan heeft mijn tegenstander ook wel wat goede kaarten. Maar ik ben benieuwd of ik de nieuwe kaart heb. Ja, hij had de keuze. Nee, ik heb niet de nieuwe kaart. Oké, dat is jammer. Maar dan hoop ik natuurlijk alsnog dat we dit potje weten te winnen. Alleen is die nieuwe kaart op dit moment wel echt zwaar overpowered. Hij is echt gewoon te goed. Ik heb er nu een paar keer mee gespeeld. Ja, het is gewoon niet eerlijk bijna. Het is echt lijp gewoon. Maar we gaan nu in ieder geval even een beetje rustig spelen. Want anders kunnen we dit misschien nog verliezen ook nog. Ik begin gewoon lekker met de Tesla babydraak.
Dikke prima. Dan kunnen we die verdedigen. Nu hier een prinses. En dan kunnen we hopelijk wat damage doen. Want die babydraak, die verdedigt hij niet. Ja, kijk, dan kan ik die mooi damage doen. Is die zap op tijd? Nee, die zap is net te laat. Dat zou wel nice zijn geweest, want dan was mijn prinses levend gebleven. Nu helaas niet. Maar dan ga ik nu een dikke aanval opzetten met een reus. Maar weet je wat, dat doe ik dan via deze kant. Want het is helemaal niet handig om dat nu via een rechterkant te doen. Want dan, ja, dat is gewoon, ja, die troep is gewoon te goed daarvoor. Nu moet ik trouwens wel heel erg uitkijken. Nou, man. Ik kan hier nog wel even een ijsgolem neerzetten. Om in ieder geval een beetje die skeletten af te leiden. Maar voor de rest kan ik helemaal niks. Nee, dat gaat hem niet worden. Nou, in ieder geval, die toren die ging niet. Het is niet dat het niet gaat worden, want ik heb zijn toren ook neergekregen. Dus dat is wel prima. Het is gewoon een potje. Allebei volop in de attack. Gewoon bijna niet verdedigen. Gewoon volop aanvallen. En persoonlijk vind ik dat wel de leuke potjes. Want je kan ook heel verdedigend spelen, maar dat is eigenlijk veel minder leuk. Ik vind het leuker om gewoon lekker aanvallen te spelen. Maar ik moet dus zometeen wel even uitkijken, mocht hij nog een keer die graveyard inzetten. Dat ik in ieder geval genoeg elixir heb om mijn zap of bevriezen in te zetten. Want dat is wel belangrijk, want ik wil niet dat hij nog een keer zo'n toren in één keer neerkrijgt. Nu zet hij daar wel zijn nieuwe troep neer. Hoe ga ik dat doen? Op zich denk ik dat ik mijn babydraak wel een beetje aan de zijkant kan neerzetten. Ja, dat kan ik nu wel doen. En oh, hier nu wel even een zap, wat? En dan doen we hier nog even wachten. Ik weet niet of die allemaal doodgaan nu. Ik denk het wel. Ja, oké, nee, ik kan daar niet zoveel meer. Dit is wel een beetje jammer. En dat is ook meteen waarom die nieuwe troep zo goed is. Je kan dan gewoon bijna geen zieke aanval opbouwen. Omdat die, zeg maar, alle troepen die achter je main troep zitten. Bijvoorbeeld de golem of weet ik veel, een reus of zo. Alle troepen daarachter worden gewoon doodgemaakt. En dat is wel zwaar frustrerend. Ik moet trouwens wel blijven opletten, want mijn elixir was gewoon al vol. Dus dat is natuurlijk niet handig. Kijk, nu kan ik alweer helemaal niks. Ik kan hier wel bevriezen inzetten. Dat scheelt weer iets. Dan zorg ik er in ieder geval voor dat die nieuwe troep dood is. En dat is in ieder geval weer iets. En hopelijk kan mijn reus ook nog wat damage doen. Ah nee, dat komt omdat die kanon natuurlijk net daar dood gaat. Oké, dat is een beetje balen. Maar ik ga nu een tweede aanval opbouwen. En ik heb zo'n idee dat ik misschien met deze aanval er wel door ga komen. Want ik loop nu qua elixir behoorlijk voor. Dus dat is wel een voordeel. Weer even een babydraak. Dan moet ik wel weer bevriezen gereed houden. Mocht hij zijn nieuwe troep neerzetten, dat doet hij nu ook. Zet ik daar bevriezen neer en dan hopelijk maken de wachters hem dood. Dat zou chill zijn, kom op. Ja, wachters hebben hem dood gemaakt, dat is beter. Dan doe ik toch weer mortal damage, maar het gaat zo langzaam, jongen. Het is gewoon de hele tijd één aanval, paar hits. Eén aanval, weer een paar hits. Die kanon is nu kapot. Dus dat is zo chill. Dan gaan we nu weer volop in de aanval. Ik wil eigenlijk mijn bevriezen weer gereed hebben. Ik hoef hier niks te doen met die skeletten, dat is prima. Want dat maakt mijn babydraak wel dood. En die reus heeft nog best wel wat HP. En die babydraak gaat nu ook op zijn toren, denk ik. Ja, oké, nice. Dan heb ik dit potje ook gewonnen. Elk potje gewoon gewonnen. Lekker man. Zonder de nieuwe kaart dit keer. Dus ik kan er ook nog goed tegen spelen. Alleen is dat veel lastiger. Alle potjes hiervoor heb ik veel makkelijker gewonnen dan dit potje. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Maar we hebben hem. De nieuwe kaart. Ja, nu nog maar level 1. Maar dat maakt voor mij niet uit, want ik heb hem zoals jullie zien maximaal level. Ik zal trouwens mijn deck even kopiëren, dan zet ik hem bij 2 neer. En waar zou ik deze dan neerzetten? Voor welke kaart zou ik hem vervangen? Ik kan misschien voor de tovenaar vervangen, want het is wel een soortgelijke kaart. En dan gaat mijn elixirkosten van mijn deck wel gigantisch omlaag. Dus ik ga denk ik de komend seizoen even met dit deck spelen en ik denk dat dat super chill gaat worden. Maar dan laat ik het hier in ieder geval bij voor deze video. Super sikke kaart, ik weet zeker dat die veel gebruikt gaat worden. Hij is echt chill en ook omdat het zeg maar qua zeldzaamheid een gewone kaart is, is hij ook gewoon makkelijk te upgraden. Dus dit wordt sowieso een ziek veel gebruikte kaart. Dat is één ding wat ik zeker weet. Maar dan bedankt weer voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!